Salam alaikum, goedenavond, dames en heren. Tijd weer voor een nieuwe quiz. Ja, vandaag Dries Saddiki, de Willem II'er, mijn clubje. En die speelt tegen Hamza van de Bornootjes. En Ismaël uit Amsterdam. Dus dat wordt super spannend. We hebben gisteren natuurlijk ook een ontzettend spannende wedstrijd gezien met Youssef, Ilyes en Mohamed. Mohamed die op één puntje won. En Ilyes en Youssef eindigden samen als tweede. Dus die zien we terug in de shootout. Waarschijnlijk dit weekend gespeeld. Speel nog steeds om dit boek. Was volgens mij gisteren niet duidelijk geweest. Ik zal het nog een keer benadrukken. Abonneren. En dreigen mag. Vergeet ook niet die duimpjes omhoog. En ik ga kijken of de jongens aanwezig zijn. Die zitten in de wachtkamer. Nee, we wachten nog op Dries. Dus ik ga nog even verder. Ja. Met wat eigenlijk? Özkan Akyol, oftewel Eus, die zegt: dit mooie en verhelderende boek is een must-read voor iedereen die zich wil verdiepen in de complexiteit van sommige keuzes die voetballers met een Marokkaanse achtergrond moeten maken. Tom Egbers zegt over dit boek: Noordin Thomas heb ik leren kennen als uitstekende, geëngageerde voetbaljournalist van boord. Vooral ook over de Marokkaanse spelers in de Eredivisie. Ze verenigen als Do You the Best of Both Worlds. Tom, die is scherp, hè? Ik hoor van Ismaël dat de link niet werkt. Dus ik ga even kijken. Ik zal de tweede link pakken. Dat zou wel moeten werken. En anders. Nee, dat moet wel werken. Ik denk dat ze zo eraan komen en dat we meteen beginnen. De regels heb ik ze al uitgelegd. De vorm ook, dus we kunnen meteen beginnen zodra ze er zijn. Was jullie dag trouwens? Hoezo niet? Oh, ja, kan ook niks aan doen, jongen. Hou moed, hou moed. Ik krijg wel heel veel berichten via Facebook van mensen die meedoen willen doen met de quiz. Vind ik heel leuk. Ik denk dat de nieuwe quiz, ja. Ik denk dat deze nog wel 2, 3 weken gaat duren. Dan gaan we weer een nieuwe quiz doen. Ik ben er nog niet over uit hoe of wat. Maar ik zit te denken aan een intiem verband. Dus 2 tegen 2. Ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken. Ik bedoel, als je zegt van ja, dat lijkt me ook leuk, teams. Laat het even weten in de reacties hè, hieronder. Zo. Even kijken. Daar. Ja, daar. Dan moet je al duimpje omhoog doen, hè, want anders lees ik niks. Maar ik zie toeschouwers die kijken mee. Ik heb een tribune gebouwd. Niet zoveel mensen, 6 mensen. Kaartjes kost €10. En op een gegeven moment natuurlijk, hoe verder we in de quiz komen, hoe duurder de kaartjes gaan worden en hoe meer mensen aanwezig zullen zijn. Maar ik heb wel een afspraak dat ze niet mogen praten, dus ze kunnen niks voor zeggen. Oké, ik wacht nog op de jongens. Nee, doe het ook niet. Ai. Wat raar. Even. Zal het minder zijn? Even kijken hoe we dit gaan oplossen. Dus het lukt dit ook, dus dat ligt echt aan hem zo. Ik bedoel, het ligt aan Ismaël. Oké, we gaan zo beginnen. We wachten nog even op Ismaël en dan kunnen we gas gaan geven.
Ja, ze zijn er alle drie. Oké, we kunnen beginnen, jongens. En daar zijn we dan. Eerst maar wel even op zijn kop geven. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Assalamu alaikum. Horen jullie mij? Ja, we horen je, Ismaël. Ja, ik heb wat het een en ander mis hier bij mij. Lach aan jou, hè? Ja, het lag aan mij, het lag aan mij. Oké, twee minpunten. Ja, geen probleem. Ja, Ik was aan het overmaken naar in Noord-D, vandaar dat het wat langer duurde. geen probleem. Zou ik, dit is er ook nu. Assalamu alaikum. Is goed? Alaikum salam. Top, top. Wacht nog even op de audio van Dries. Alhamdulillah, man. Hoe is het met jullie boys? Ja, lekker man. Rustig, rustig. Ja. Alhamdulillah. Sterk. Hey, Nordin, dit zijn meer 5 punten dan, hè? Ja. Toch? Hamza. Eigenlijk wel, hè. Lekker, jongen. Komt er nog iemand bij? Gezellig, ja toch? Ja, de derde. Met z'n drieën, ja. Dries gaat even naar buiten toe. Die denkt lekker in de Denk tuin dat dat geen zitten. bereik is. Die gaat in de straat, met de straat achter zich. Dries begint het warm te krijgen, jongens. Dries. Driesje. Dries. Is een Driesje. audio die Ja, dat is nader met. audio is belangrijker dan beeld. Is nader met goedkoop internet, hè? Je moet altijd iets duurder pakketje pakken. Ja. Nee, ik kom nog een keer. Even wachten. Hij heeft even opnieuw ingelogd. Ik denk dat hij nou doet. Deze er even eruit gooien. Assalamualaikum. Nee, er is wel. Waalaikum salam. Als Wa goed. alaslama. Assalam. Er is, als je. Ik moet nou zo kijken om je te zien. Ik de camera zo houden? Nee, je moet even de locker afhalen en dan camera draaien en dan telefoon. Oh, lock. Ja. Wat gebeurt er? Doe Top. goed? Ja, zeker. Alles goed? Alhamdulillah, iedereen te laves. Ja, geloof ik. De rest, laves, iedereen. Alhamdulillah, Alhamdulillah, mazlak. Ziyan. Alhamdulillah, kush laves. Alhamdulillah, goed om te horen, bro. Alhamdulillah. De vriendelijkheid zit Asfalkullah erin. alika. Allah yberkfik. Shukran. Asfalkullah alik. Ik Allah voel me yberkfik. vereerd om tussen al deze bazen weer mee te mogen doen. Lekker. Allah, ik ook. Ik voel me ook vreugd, Allah. Maar jongen, ik ga Asfalkullah jullie alik in. wadra. En ik wil om één ding. Ah. Zacht kom alvast met overwinning, want Tactiek. Dat is Ja, voorbij je zie vriend. je. Dat is die tactiek, strijder, Zo begint het. Hey, jongens, we hebben gisteren een hele spannende twee kansronde gezien. Je ziet het, het kan echt alle kanten op gaan. Geef niet op, vooral scherp blijven. Hamza, we hebben jou gezien natuurlijk. Niet opgeven. Jij hebt zeker niet Nee, opgegeven. zeker niet. Zeker. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, aanhouden wint toch, Ja. Kimmo. Zeker. Blijven doorgaan, goeie. Ja. Atlasleeuwen blijven doorgaan. Heel goed. Klopt. Kimmo, je moet geduld hebben. Sabar, sabar, sabar. Dries. Sabar me'ana, goeie Dries. Sabar me'ana heel veel, wallah. Sowieso. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, man. Hou vol. Laat je niet gek maken door al die gekke Marokkaanse taferelen. Wallah, ga door tot eind, inshallah. Ja, hoe dan ook, we zullen altijd achter ze staan, weet je. Altijd, daarom. Soms Ik deel een libra, ik deel een. احنا معاهم. Die koppen gaan vaak te snel omlaag bij ons, vind je? Maar je moet gewoon Ja. doorgaan. Ja, dus één ding wat ik over Dries kan zeggen: zijn kopje gaat nooit omlaag in de wedstrijd. Oh, inshallah. Als er een monster is die altijd 100% gaat, dan is dat Dries wel. Inshallah. Lijnshak, Amin. 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 En Dries, dat monster wil je eigenlijk in die quiz ook zien, snap je? Niet Ik alleen op wil het like doen veld. het best, dus ik wil Ja. eerlijk. Zolang hij het op het veld doet, hoeft het hier niet. Dat Weet je is toch? waar. Ja, Ola. Hey jongens, we gaan beginnen. Focus. Ciao. We beginnen met de paspoorten.
En het gaat erom dat de speler in de A-selectie heeft gezeten. Dus het kan zijn dat, dat ik een club noem waar hij geen wedstrijd heeft gespeeld in het eerste, maar wel in de selectie heeft gezeten. Oké, goed. Selectie is voldoende. Selectie is voldoende. Ja. Van welke speler is het paspoort? Voor 5 punten. AZ. Voor 4 punten. Willem 2. Voor 3 punten. FC Vaduz. Oh. Ik heb een naam in mijn hoofd, wil ik in nemen. Zo lang geleden, denk ik. Ik ben nog even stil. Voor 2 punten. NEC. Wat was de eerste club? AZ. Daarna Willem 2. Daarna FC Vaduz. En daarna NEC. Ismaël. Ismaël. Ali Mesoudi. Is goed. 2 punten voor Ismaël. De volgende. Van welke speler is het paspoort? Voor 5 punten, Raja Casablanca. Voor 4 punten, El Hilal. Voor 3 punten, Deportivo La Coruña. Hamza. Hamza. Nebet. Is fout. Even wachten. Ga ik zo weer door. Voor 2 punten, Lille. Voor 1 punt, Aris Saloniki. Ismaël. Salah Din Basir. Is goed. Shit, ik wilde hem zeggen, man. Ja, ik had bij Lille had ik het lijstje in mijn hoofd, wel ik durfde het niet aan, ik zeg je eerlijk, man. Ik had eerst iemand anders in mijn hoofd trouwens. Oké. Wie? Badr Bennoun. Oh, maar die heeft nooit. Nee. Oké, de volgende. Luister goed, jongens. Voor 5 punten. FC Omniworld. Voor 4 punten. De Graafschap. Ismaël. Asaidi. Is goed. Je bent een vorm, jongen. Toevallig, broer Lennis, ga ik goed. Mijn handen zweet, alles zweet hier al, je weet toch? Hey, jongens, de paspoortjes zit erop. Even een tussenstandje. Ja, een goede spurt. 8,5 voor Ismaël. 1,5 voor Dries. Hemzo 0. Die tweede plek is ook belangrijk, hè, want dan ga je naar de shootouts. Om nog kansen te maken voor de tweede ronde. Oké, de volgende vraag. Voor 2 punten. Bij welke club speelt Yassine Eyoub? Ismaël. Panathinaikos. Is goed. Ik heb goed geslapen, Hamza. Laat ik slapen. Voor 2 punten. Bij welke club heeft Ahmed Amni zijn carrière beëindigd? Ahmed Amni. Ja, ik weet wel een paar clubs waar hij gespeeld heeft, waar hij beëindigd heeft. Momenteel volgens mij jeugdtrainer bij Fortuna Sittard, oude club van Dries. Mm-hmm. Ik weet ook niet waar hij... Ik ken ook zijn clubs, maar ik weet niet waar hij beëindigt. Dan ga ik voor 1 punt meer keuze. Voor 1 punt dus. Is dat A, VVV? Is dat B, ADO Den Haag? Is dat C, KFC Urdingen? Is dat D, Kordin Meknes? Lawaai, man. Durft er iemand een gokje voor een puntje? Ja, ik weet wel dat hij nog bij de amateurclubs bij mij speelt, maar ja, het is geen optie. Nee. 3, 2,
1. Het was KFC Eurdingen. Want hij heeft bij ADO en bij VVV gespeeld, toch? Ook gespeeld, ja. Oh, ja. Ja, dat bedoel ik. Bijna ADO zeggen. Ja. 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 Oké, de volgende nummer. Voor 2 punten weer. Bij welke Russische club heeft Uitman Bakal gespeeld? Russische club. 3, 2, 1. Dan voor 1 punt, meer keuze dus. Was dat A, Lokomotiv Moskou? B, Torpedo Moskou? C, Spartak Moskou? D, Dynamo Moskou? Nou. Ik heb een naam in mijn hoofd, maar ik durf het niet aan, man. Ik ook niet. Ik wil wel een gokje wagen, maar dan komt Hamza in mijn beeld. Dus, Het is al begonnen, heel goed, heel goed. We passen alle 3? Hamza ook? Ja. Oké, okay, het was... wie had je in je hoofd, Hamza Ismail? Ja. Spartak. Nee, het was Dynamo Moskou. Ik wil het bezig. Ja, zie je. Ook niet. Nee, Dynamo was het. Oké, okay, jongens, we gaan nu naar de om en om club. Om en om vraag. We beginnen bij Hamza. Dan gaan we met de klok mee. Dus Hamza, Ismail en Andres. Hamza, dus begin bij jou. Bij welke clubs heeft Tarek Siktioui gespeeld? Willem II. Willem II is goed. Dan mag Ismail. Wat wil je dat ik zeggen, man? AZ. AZ is goed. Dan mag Dries. Hoezo mag Ismail Edras mee? Ja, met de klok mee. Ik heb mijn beeld, zeg maar. Nou ja, man. Als je het ervoor zei, had ik hem cadeau gegeven, hè, Dries. Ola, ik wilde AZ. Ik had AZ en Willem II. Kan ik passen of moet ik iets zeggen? Nee, je mag passen en dan is het klaar. Als je niks weet, mag je passen. 3, 2, 1. Pas. Dries, pas. Dan gaan we naar Hamza. FC Porto. Porto is goed. Ismail. Xamax. Xamax is goed. Allemaal spelers voor mijn tijd, man. Hamza. Kijk, je gaat niet zeggen dat deze niet klopt, Nortin. Lemas. Huh? Lemas. Ja, Lemas klopt zeker. Keine luid, keine. Ja. Hij is een versie ook, net als jij. Ja, sorry. Ja, man. Ismail? RKC. Ja, is goed. Klopt, RKC ook nog. Hamza? RKC. Barak Ali Asafi is goed. Hij is de past. Barak Ali, je bent slim, je hebt goed gedaan. Ismail? Wat zijn er allemaal genoemd? RKC, AZ? Willem 2, AZ, Porto, Xamax, Vers, Mas Vers dus en RKC. Ik zeg eerlijk, ik ken dat hele lijst waar ik in de history heb, maar even kijken, Siktioui. 3, 2, 1. Nee, ik pas. Heeft u bij NEC gespeeld? Wat zeg je? NEC ook of niet? Nee. Hij heeft ook Auxerre gespeeld, Maritimo, Eiman Club en Marb Vers. Dus de andere Vers. Oké. De volgende. Maar op versie, ja, Helmas. Dat is Helmas. Ja, Helmas. Hetzelfde. Ja, hij is daar begonnen, zijn carrière begonnen en zijn carrière heeft hij daar ook beëindigd. Maar is die naam veranderd dan? Nee, Mas Vest en je hebt. Louaf Vest, WAF. Oké, ja. Maar hij is volgens mij bij Mas Vest zowel begonnen als beëindigd. Hij is daar nog trainer geweest. Ja, klopt. Dus ben je de beker gewonnen als tweede divisieclub of finale gehaald? Ja, nee, hij heeft volgens mij de finale gehaald. Ja. En hij is gedegradeerd ook iets of zo. Ja. Mooi man. Ja. Oké, we gaan verder, jongens. We zijn bij Dries, die mag beginnen. Bij welke clubs heeft Gerrit Boutaib gespeeld? Je weet wie het is, hè? Nee, man. De spits van Marokko. Je staat binnenkort achter hem, inshallah. Ja, ik weet niet
Ik weet niet of hij nog opgeroepen gaat worden. Hij is lang niet meer opgeroepen. In ieder geval, ik denk maar het wel. Hij is meegegaan naar het WK en hij scoorde dat doelpunt tegen Spanje. Die sprintsnelheid, of die sprintduel met Ramos vanaf eigen helft. Nummer 13 had hij. Zijn baardje. Zo'n log, groot. Door de benen toen, toch? Ja. Van De Gea, volgens mij. Ja. Of eronder langs wel. Galit Boutaib, wauw. Ik weet wel wie het is, maar... Clubs. Ik weet niet wie het is, maar clubs... Jij past? Ja. Ik pas, maar. Kijk naar Hamza. Ik ga niks opnoemen, man. Ik pas. Is het ook? Is het ja, ik heb een Turkse club in mijn hoofd, maar... Ik ben nu al wat ervaring rijk, oh, ja. Dus ik pas. Dat is het ook, oké. Tactisch, ik zei het eerlijk, tactisch zijn jullie heel slim. Oh, hij speelt in Egypte, toch? Nu speelt hij in Egypte bij Zamalek. Bij Fenro. En daarvoor bij Yeni Malatyaspor. Malatyaspor, zie je. Ja, weet je wat is, Dries? Ik heb mijn eerste wedstrijd heb ik zo verloren, omdat ik te gretig ging. Direct mijn naam roepen. Lahma, het kan Lord hebben. Ik gelijk. We gaan van achter. Ik zeg eerlijk, eerste wedstrijd heb ik tactische berg op tweede gehoord. Daarom. ik ben gecounterd die eerste wedstrijd, dus ik heb van vaten geleerd, man. Jongens, de andere ploegen waren Istre, Luzanek, Ajaccio en Strasbourg. Oh ja. Maar die is je maar goed, dus ik weet toch, waar je niet veel meer hebt, dan ga je automatisch... Ja, snap ik. Golita, Hamza, ik zie nu, snap je? Nou, dan ga ik hem blij maken. Lekker, hè? Ik heb er even aan gedacht, maar... Nee. Dries is... Kijk, Ismael is gepast, dus Dries... Die zijn weer geswitcht bij mij. Hoe dat komt. Maar in ieder geval... Dries is nu... Bij welke club heeft Voort Ida Blhai gespeeld? Bij welke clubs? Pas. Pas. Ik weet niet wie dat is, ik zal eerlijk zeggen. Ik ben toch? Ja. NAC. NAC is goed. Yo, dat is precies de enige club die ik in mijn hoofd had, man. NAC. Is hij lang gestopt? Hè? Is hij lang gestopt of? Hij is een aantal jaren nu geleden gestopt. Ismael? Nee, ik durf het niet aan, maar ik pas. Ismael past. Hamza? Bij welke clubs? Nee, ik ga niks meer opnoemen, man. Oké. Okay. Ik weet dat hij uit Berg op Zoom komt. Ja. Ja? Nee, hij heeft gepast. Ik wil alleen eens even kijken of het de juiste club in mijn hoofd had. Die? Mag je opleiden in... RKC? Ja, daar heeft hij ook gespeeld. Ja, toch wel. Ja. Dries, het was een getinte spits. Ik ken hem echt niet. Nee, oké. Okay. Nee, voor mij thuis. Ik zijn een paar jaar geleden gestopt. Ja. Was ik buiten aan het voetballen, denk ik. Of een speeltijd aan het spelen. Hij heeft nog gespeeld bij Osnabrück, Dordrecht 90, Aya Limassol en Wydad Casablanca. Daar heeft hij ook nog gespeeld en daar kreeg hij geld te nemen. Ja, ja. Goeie jongen. Oké, we zijn met de laatste vraag. Eindelijk de opbiedvraag. Voordat we daarmee gaan beginnen, even tussenstandje. Ismael 13,5, Hamza 4, Dries 1,5. Dries, alles kan nog. Ik bedoel, dat hebben we gezien bij de vorige quiz. Bij die opbiedvraag kun je ontzettend veel punten verdienen. Ik ga 10 zeggen. We beginnen met Dries. Hoeveel je hebt bieden. De vraag is... Noem de 14 meest scorende Marokkanen in de Eredivisie. Zeg maar de top 14 Marokkaanse topscorers in de Eredivisie. 1,5 minuut. Nu of alle tijd? Nee. Alle tijden. Dus ja. Dus de dat is een top 1000 lijst. En, dus de 13 meest scorende 14. Marokkaanse voetballers in Nederland. 14, ja. 14. Dus mag, dit is jammer dat ik eerste ben, man. Nou, maakt niet uit. Want je krijgt hem toch weer terug waarschijnlijk. Ik ga voor 5, man.
Dries gaat voor 5. Ik kijk naar Hamza. Ga ik ook voor 5? Nee, dat mag niet. Moet je 6 of... Je moet. Je hebt geen keus. Of ik ga het fout hebben. Ja. Dus. 6. Sowieso 6. Sowieso 6. Hamza gaat voor 6. Ik kijk naar Ismael. Wat ga ik je zeggen, man? Ja, als ik er 7 vaten heb, dan kunnen ze me niet meer inhalen, toch? In principe niet, nee. Ja, doe maar 7 dan. 7. Kijk naar Dries. Mike, als je het fout hebt, wat dan? Als jij, dan worden de punten verdeeld over de anderen. Dus als je al 1 verkeerd hebt. Wat de vraag is. Nee. Oh, dat bedoel je. Nee, fout antwoord. 3 foute antwoorden is een minpunt. Oké. Dan ga ik voor 8. Dit gaat voor 8. Kijk naar Hamza. Zo. Kezus, broer. Kezus. Even. 3 fouten. 8. Rekenmachine. Ga je voor 9 jij of voor... Scoort Anna. Hamza, je mag geen antwoord geven. Sorry, ik wil eerst, maar je mag geen antwoord geven. Oh, nee, ik ben stil. Hij gebruikt nu die rekenmachine, weet je toch? Oké. Okay. Jij zegt 8, dus ik moet er 9 opnoemen. Als je wil. Hey, dat is... Kijk, net wanneer je zeg maar... Saf, ik ga voor 9, shoot, meilis. Ja? Wallah, ik loef je, wallah. 9. Kijk naar Ismael. Nee, ik pas, man. Ismael. Nee, ik pas, broer. Ik zeg eerlijk, ik heb 5 fouten gemaakt, man. Heel goed. Dan gaan we naar Dries. Of je gaat voor 10, of je laat het over aan Hamza. Ik heb respect voor jouw lef, Hamza. Dus hoor je pas, zeg ik. Doe het. Jalla. Die bij Hamza, jalla. 3 fouten is een minpunt. Hoe lang de tijd? 1,5 minuut. Als ik ja zeg, gaat de tijd in. De tijd gaat nu in. Lachtabi. Al-Khattabi is goed. Hamdawi. Hamdawi is goed. Afalai. Afalai is goed. Barazit. Is fout. Tanane. Is fout. Adi Ramzi. Is goed. Nog een minuutje. Hakim Ziyech. Is goed. Hoeveel heb je er nu? Je hebt er nu 5. Nog 4. Blijf doorgaan. Okay, ik mag er geen 1 fout meer hebben, of wel? Ja, je mag wel fouten, maar dat is minpunten. Okay. Maar ik heb 1,5. Je hebt 4. Nog een half minuut. Hassan. Boutahar. Boutahar is goed. Nog 3. 10 seconden. Hij zat hier. Afalai. Je had je gezegd, hij zat hier fout. 4, 3, 2, 1. Lekker. Wauw. Nou, 9, 4,5, 5. Eerst even de punten opschrijven, dan ga ik even... Want het is nog niet helemaal... Ik zeg eerlijk, maar dit ik had alle vragen verwacht op die opbied vragen waar ik in deze 13 heb gehad. Ik denk je wel eerlijk. Ik denk dat als ik 8 wat je zegt, dat ik het nooit ga. Ik hoor de namen nu die had ik nooit. Ik zou Oussama Idrissi zeggen... Idrissi denk ik dat hij... Ik denk dat Idrissi dat moet op. Een naam die had nog kunnen noemen: Otman Bakal, Norim Bukhari, ja. Ali Boussabon, Anouar Hadouir, Pierre van Hooijdonk. 12. Ja. Meneer Hamdawi had je gezegd: Oussama Idrissi, ja, Kiri Labiat, Mimoun Mahi. Die had je nog kunnen noemen. Mahi, hoor, ja. Ik ga even naar de stand kijken. We beginnen met de winnaar. Die zien we terug in de tweede ronde. Dat is Ismael met een mooie score 1,5. Floor, alle punten worden verdeeld toch nu?
Ik ben benieuwd, ik zeg je wel eerlijk. Hamza, wel, ik gun het jou wel, Allah. Ik gun het jou ook, man, Allah. Wat heeft gestreden, die laatste vraag? Die laatste vraag heeft je negen... Ja, die laatste was killing, man. En de laatste was killing. 10 minpunten gekost. Dus er zijn 5 punten naar Dries gegaan. Waardoor Dries op 6,5 komt tweede. Hamza, je eindigt net derde op met 4 punten. Jammer, Hamza. Ja. Dan moet ik met zo'n shitty vraag komen. Wat gaat er nu door je heen? Ja, dat is wel een goeilijk. Goeie. Ik heb van 2 bazen verloren. Goeie stel die reden. Dus dan mag je... Je hebt wel lef getoond. Eerlijk. Ja, Ola. Dat vind ik ook, Ola. Ik had er 8 gezegd, maar als ik nu zo die namen hoor, broer, ik weet niet, man. Ik weet het. Helemaal zijn grap, er is altijd wel iets. Altijd is er wel. Ik zou het nooit hebben geraden, man. Die als en dit en dat maat bestaan. Ik ben gewoon dom geweest. Stad in je had dat nooit gehad. Ik had je... Nooit, volledig nooit. Ja, maar hij geeft bluffen. Hij geeft bluffen, ja. Dat is ook een kunst. Is het dan de emotie die van, ik moet meer. Is het druk? Nee, helemaal niet. Ik dacht, ik weet niet, man. Ik dacht, hij gaat ze wel kunnen opnoemen, man. Ja. En als hij ze had opgenoemd, dan was het afgelopen met mij. Als hij eruit had gehaald, wel. Ja. Hij wilde het gewoon in zijn eigen hand houden. Dat heb je gelijk. Ik snap dat wel. Ja, dus. En ik wilde de jouw hand. Ik wilde de jouw hand geven. Hey, Noordi, kan je even kijken hoe laat het is? Het is 18 over 10. Oké. Want ik zit gewoon op werk, weet je. Hoe moet je werken? Ja, ik heb een pauze. Daarom zei ik dat het, daarom kon ik pas zo laat. Maar dankjewel, Emin. Goeie Dries. Dries, je flikt het weer op jouw manier. Gewoon, ja. Ik moet zeggen... Achterstaan op een gegeven moment. 2 keer met geluk doorgegaan. Dus we gaan zien hoe het verder gaat natuurlijk. Griekenland werd Europese kampioen in 2004 met geluk. Deze heb je niet gegooid vandaag, Iwes. Wat? Nee hoor, ik heb je vraag goed gehad. Shufo, Dries. Ja. Smijt. Kijk. Ah, broer. Dries, ik heb je gegund, toch? Ja. En dat kan zijn als je er bent, hè? Nee, bro. Die ken je, ja. Als je erbij zit? Ja, sowieso. Sowieso. Ik ga je naam noemen dan. Deze is voor hem, zei dan. Ja, toch? Ja, Allah. Dredi, chokran. Was leuk potje, gezellig. Barakallahu alaikum. Salah Ismail. Mijn lachdek gooi, man. Lachdek saha, man. Lordin, ik slaag maar. Ik wil wel dat je wegkomt, hè? Broer, ik ga niet veel liegen. Dit is, hoe noem je dat? Dit is ook mijn derde wedstrijd, hè? Ik ben van ver gekomen. Ik had de eerste had ik echt makkelijk, voor mij gevoel makkelijk weggegeven. Tweede, die heb ik gewoon verloren. En de derde keer scheep ze echt, zeggen ze. Dus inshallah, volgende keer. Kijk, belangrijkste is, we hebben plezier, weet je. Dat is belangrijk. Ja, dat is wel belangrijk, inderdaad. Daarom. Magher, inshallah, komt goed. Inshallah. Okay. Noordin, dankjewel. Dredi. Dankjewel, jongens. Laan. Noordin, als je me nodig hebt, je weet, hè. Handek, ik stap aan. Jij staat op speed. Ik vroeg mijn adem. Hij wordt gebeld. Dat is goed, man. Dredi, laan. Slaap. Laan, Dredi. Slaap. Noordin. Salah, goeie laan. Salah, ja, je ziet het, hè. Het ging tussen Hamza en Dries. Hamza liet zich een beetje opjagen. Dries is toch slim. Want 8 is natuurlijk een super hoog aantal. Ja, en Hamza ging nog overeen met 9. Maar zo makkelijk is het niet. Jongens, we zijn weer tot een einde gekomen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Voordat ik afsluit, ik moet het toch weer herhalen. Er zit druk op mij. Wacht even, ik heb trouwens een sponsor. Helemaal vergeten. Sinds kort een sponsor. Het is een kleine sponsortje. Ahmed al-Fallah. Ik koop deze bananen bij Ahmed al-Fallah. Gewoon even googlen. Ahmed al-Fallah. Die heeft echt hele goede bananen. Denk daaraan dus vooral. Echt een fijne man. Ja, abonneer.
duimpjes, abonneer, duimpjes, abonneer, duimpjes. Reageren. En dreigen. Snel gaan. Wat is er, Willa? Klaar.